dat onze belangrijkste bijdrage die we aan Congo kunnen leveren, is 1. Het doel respecteren van de grondwet. Kabila mag geen kandidaat meer zijn. Maar vooral ervoor zorgen dat de verkiezingen van 2016, dat die echt fair en free zijn. Dat daar echt de Congolezen de leider, de leidrager kan zijn. Ja, misschien nog even het... Attendez de voir maintenant les décisions prises par les structures institutionnelles congolaises. Vous dites les Congolais, j'attends de voir comment maintenant le Parlement, le gouvernement qui devrait se mettre en place, vont gérer la situation. Ce que nous attendons surtout, c'est que la commission électorale indépendante puisse gérer un calendrier électoral et des élections dans de bonnes conditions. Voilà, je vous en prie. Oh Nzambe, au Salabomo Iwamoto. Motoroya okutana malade. Mondele pe asali kisi po moto abika. Vraiment ce que zraki po na mbongo nde bogule ya kufite. Po famille asali nyonso. Nzambe po na nini liwa. Ah, somo. Mesdames et messieurs, bonsoir. On me demande d'introduire le débat politique pendant 10 à 15 minutes. Comme vous le savez, il est très difficile pour quelqu'un qui ne connaît pas l'auditoire de satisfaire les gens qui sont présents. J'appartiens au premier petit groupe d'intellectuels du territoire mouroir de Massissi, où des massacres politiques et ethniques ont été perpétrés entre 1962 et 1965, où les spoliations foncières accompagnées d'atroces et violences ont été systématiques. Et quand ces gens ne sont pas encore mis hors d'ennemi, bannir la violence comme méthode de gouvernement et interdire les criminels d'exercer les droits politiques et civils pendant un mandat de 5 ans, comme on voulait le faire au Burkina Faso. Ce qui disqualifie automatiquement la plupart des dirigeants actuels. Restreindre les activités de toutes les organisations internationales qui viennent sur le terrain avec plusieurs casquettes, dont l'humanitaire militaire. Ne dit-on pas que certains gouvernements occidentaux, celui des États-Unis en tête, militarisent l'humanitaire. Ici, je fais la digression parce que Pax Christi est parmi les organisateurs. Je me rappelle, Monseigneur Moziba, avant sa mort, il a écrit à ses collègues à l'Europe, y compris Pax Christi. Il a dit, pourquoi vous taisez alors que vous avez les médias? Voilà. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, c'est dit, aujourd'hui, il devient activiste, on peut y arriver. À démilitariser les esprits et permettre aux citoyens d'exposer et de débattre librement leurs problèmes, car les discours uniques actuels étouffent. Laat ik het proberen duidelijk te maken met Congo. Ik plaag wel eens heel graag onze ministers, onze kabinetten, onze administraties die met die landen bezig zijn, met hen te vragen, vindt u zelf dat wij in Congo, dat wij goed werk hebben geleverd? Ik kan nu de bedragen niet opsommen, maar ik herinner me dat professor Maton, is de berekening gemaakt had tussen 60 en 90, hoeveel geld wij daarin gestopt hebben. Nadien zijn we daar veel geld blijven in stoppen, zoals de minister net heeft gezegd. Is dat een van onze donorlanden, waar we uit om alle rapporten van de Menselijke Ontwikkelingsindex van de UNDP, dus de Human Development. Als ik heel simplifieer, zijn er twee mogelijke verklaringen. De eerste verklaring zou je kunnen zoeken in Congo zelf. Daar is een stuk van juist, om maar één voorbeeld te geven. Oorlogen, daar is onderzoek over geweest in gans Afrika, oorlogen, als die een paar jaar duren, 2-3 jaar, dan zet dat een land 20 jaar terug.
we hebben het net gehad, er is al 15 jaar oorlog in Oost-Congo. Daar ligt een stuk van de verklaring. Maar een stuk van de verklaring ligt zeker ook bij de Congolese leiders. Zoals gezegd, ik ben al 30 jaar actief, want voor mijn parlementsperiode heb ik ook op kabinetten gezeten, was ik daar ook mee bezig. Ik ben al 30 jaar bezig met ontwikkelingssamenwerking te volgen. En ik heb twee lessen daaruit te trekken. Welke landen doen het wel goed? Dat zijn landen met een sterke leider. Een sterke leider die een visie heeft op de ontwikkeling van zijn land. Een visie die erin is, die moet erop gericht zijn om zijn eigen volk hun levensomstandigheden te verbeteren. Nu vraag ik u, vraag het aan de zaal, is er iemand van jullie die één Congolese leider van de laatste 30 jaar kent, waarvan wij in eer en geweten kunnen zeggen dat hij, er zijn geen zijs bij, dus de dames moeten zich niet aangesproken voelen, maar er is geen enkele leider geweest die echt dat land bestuurd heeft met oog op een verbetering van de levensomstandigheden van de Congolezen. Ze hebben geen visie en er is geen leiderschap. En dan kom je bij het debat hebben gaan, denk ik, binnenkort ook, die discussies in de Belgische Kamer hebben, van verdient dat land dat we daar blijvend het meeste geld van onze Belgische ontwikkelingssamenwerking aan besteden. Verdient dat land dat? Men heeft mij gezegd dat ik aanhanger ben van Aid of Afrika. Dat is niet waar. Ik heb altijd gezegd van, misschien, en dit debat vind ik, moeten we voeren, misschien zijn we beter dat we een signaal geven, en als je in Kinshasa gaat, en je spreekt daar met de man in de straat, Kabila wordt daar uitgespuwd, hè. Dus misschien zijn we beter dat we een signaal geven aan het Congolese volk, wij zijn het met jullie eens, jullie hebben niet de leiders die jullie land nodig hebben, en die jullie land verdienen. We geven een signaal, we gaan wat minder geld geven. En dat geld dat we minder aan Congo geven, laat ons dat dan geven aan een van die Afrikaanse landen. Dus dat is waar er wel een leider is, met een visie, en waar we aan de hand van de indexen, dat we voorzien aan de hand van de indexen van de UNDP, dat het beter wordt voor het volk. En dat dus is een beetje een debat. Meer conditionaliteit, zou je dat dan kunnen noemen? Andere manier samenwerken met die landen, inderdaad ook via de indirecte samenwerking, multilaterale samenwerking. Je kan op die manier, en dus middenveld uiteraard, kan je uiteraard ook gaan samenwerken om op die manier de situatie van de bevolking te gaan verbeteren. En op die manier ook via de NGO's ook een tegenmacht opbouwen, die ook democratisering vooruitschuift. En ervoor zorgt dat er inderdaad in de toekomst wel leiders komen die erin slagen om de huidige leiders eigenlijk weg te doen en ervoor te zorgen dat er de democratische verkiezingen komen en dergelijke meer. Dus ik denk dat het belangrijk is toch te gaan in die arme landen en een fragiele staat zoals Congo heeft nood aan ondersteuning ook vanuit ontwikkelingssamenwerking. Is ontwikkelingssamenwerking dan gelukt in Congo? Daar kunnen we grote vragen bij stellen. Het is ook wel zo dat Congo een heel jonge democratie is en dus inderdaad een fragiele staat. En ik ben ook lid van AWEPA, dat is een samenwerkingsverband tussen Afrika en de West-Europese parlementaire. Het is heel opvallend dat de westerse landen denken, als er verkiezingen zijn, dan is alles opgelost. Het is eigenlijk maar dan dat het begint. En ik merk wel dat men veel investeert uiteraard in justitie, veiligheid, politie, wat men ook heeft gedaan in Congo. Maar wat men niet heeft gedaan, is eigenlijk gewerkt aan het opbouwen van politieke partijen. Aan het opbouwen van op welke manier werkt een parlement. Op welke manier kan ook een parlementair een betekenis hebben en ervoor zorgen dat het beter gaat met de bevolking, dat hij durft ingaan tegen leiders. En ik merk vandaag de dag, de Afrikaanse parlementair, als je die ontmoet, en ik stel elke keer opnieuw de vraag van wanneer zijn er verkiezingen in jouw land? En dan gaat dat niet alleen over Congo, dat gaat ook over Sudan, dat gaat over Gabon. Ah, ça dépend du président. Voilà. Dus dat is eigenlijk grondwettelijk bepaald dat er verkiezingen moeten komen. Maar uiteindelijk is het nog altijd zo, als je in het parlement komt, dat je afhangt van de leider die beslist op welke manier jij je werk doet in dat parlement. En ik vind niet dat er in Afrika zoiets bestaat als een parlementaire democratie, zoals wij dat kennen in West-Europa of in de Verenigde Staten, of noem alle landen maar op. Vandaar ook, u weet dat van deze week ook
op opvolging van de millenniumdoelstellingen wordt besproken in New York. Wel, het woord democratie komt niet in de teksten terug van de SDGs. De en dat er moet voor zorgen dat inderdaad er een legitieme leider is die aanvaard wordt door de bevolking. En in een fragiele staat zoals Congo vandaag is, is dat niet het geval. We hebben wel gesteld vanuit België, we willen op gelijke voet met jullie praten. Sinds 2011 heeft men gesteld van ja, we gaan in dialoog, we herkennen je soevereiniteit en we kennen ook elkaars democratische instellingen. Maar ik stel mij de vraag, de democratische instellingen die er vandaag zijn, zoals ze in Congo bestaan, oké, men stelt voorop volgens de grondwet dat de president moet, dat het mandaat wordt beëindigd, hè, dus dat in 2016 nieuwe verkiezingen moeten zijn. Maar verkiezingen zijn maar een begin en ik heb het gevoel dat democratie in Afrika een stukje wordt gemarginaliseerd, ja. In de ware betekenis. Mevrouw Veldmans, ik wil de vraag nog even toch wat scherper stellen. Waarom Congo? Mevrouw Van Hoof zegt daar waar de meeste noden zijn, daar moeten we helpen. Maar goed, een groot deel van de wereld heeft natuurlijk nog grote noden. Waarom moeten wij als Belgen in Congo nog zoveel helpen? Ziet u daar goede redenen voor, mevrouw Veldmans? Ja, ik alleszins natuurlijk. En ik vind ook dat België daar absoluut wel een verleden heeft. Als wij het niet gaan doen, de wereld kijkt wel naar ons. We hebben een diplomatiek vlak, verleden absoluut wel. Dan ga je natuurlijk heel erg ver. Hè? Dan ga je naar voor de periode dat ik geboren ben. En daar spreek ik niet graag over. Ik spreek eigenlijk liever over de periode die ik meemaak en over de toekomst. Dat ligt mij beter. Laten we zeggen dat het verleden is, maar dat de internationale gemeenschap wel echt naar ons land kijkt. Wij kunnen wel spreken met een stem, met gewicht op die internationale fora. En ik heb zelf Congo heel vaak bezocht, dus ik zeg resoluut, Dirk, tegen u. Ik vind dat we in Congo moeten blijven. Voor mijn part, het is het eerste land, dus we geven nu bilateraal ongeveer 300 miljoen euro. Doe dat zeker door. Hebben we altijd alles goed gedaan? Ik ga u nu eens één voorbeeld vertellen met een bezoek dat ik deed te Velde. Met toenmalig minister, ik denk Karel de Gucht en Charles Michel. En we hadden geïnvesteerd in een sloppenwijk om rioleringen aan te leggen. De Belgische Technische Coöperatie had dat gedaan. En ze hadden gezegd, kijk, we gaan die Congolezen 3 euro per uur betalen. Hè, om het werk te doen. Wat natuurlijk voor Congo heel erg veel is. We gingen op terrein en ik kom een Congolees tegen. Die zei, madame, je l'ai bien fait, hein, je l'ai bien fait. Moi, je regarde. Je paye lui 1 euro, je paye lui 1 euro. Et moi, je garde 1 euro pour souvenir, om over het werk te kijken, pour surveiller le boulot. Dus dan denk ik, ja, wij hanteren altijd onze standaarden. Maar natuurlijk, in een land waar je werkt, moet je rekening houden met de context. Ik denk dat we nu wel moeten durven zeggen dat met de komst van China in Congo, durf ik zeggen, en ik zal dat ook aan Alexander De Croo zeggen, dat we misschien wel eens moeten nadenken. Ik bezocht het land in januari, en ik deed een afstand, en ik deed over die afstand een uur of 5-6 met een jeep. Ik bezocht het land 4 maanden later, en ik deed daar nog een uur over. De Chinezen hadden namelijk een weg gelegd. Op die 4 maanden tijd hadden die een weg gelegd. In België denk ik niet dat we erin slagen. In alle eerlijkheid, we zouden de vergunningen niet rondkrijgen, maar twee, we zouden het praktisch ook niet gedaan krijgen. Maar die Chinezen die komen met een vliegtuig Chinezen en die leggen die weg aan. En die Chinezen leggen de weg aan. Ja, en wat is dan nog het punt? Zij nemen natuurlijk uit de grond. Zo is het mij verteld, mevrouw. Maar ze komen, nee. Zij brengen Chinezen mee en ik ga u zeggen waarom. De cruciale delen van het werk, waar het moeilijk werken is, waar men technieken moet leren, waar men kennisoverdracht moet doen, dat willen de Chinezen niet aan de Congolezen geven. Dus de Congolezen mogen meewerken. Ze komen op een moeilijk stuk. Ik heb dat zelf gezien. De mensen hebben mij dat verteld. En ze gaan naar huis en denken, ah, morgen gaan we leren hoe dat we dat moeten doen. Ze komen 's morgens toe. En dat is gebeurd. Want dat hebben die Chinezen 's nachts gedaan om niet die kennisoverdracht te moeten doen. Dat is vastgesteld op het terrein. Dus die Chinezen komen daar, die beginnen niet te zeveren. Enfin, niet in mijn ogen zeveren, dat woord mag ik niet gebruiken. Chinezen beginnen geen voorwaarden te stellen rond mensenrechten, rond goed bestuur. Maar is dat dan uw punt? Rond verkiezingen? Nee, maar ik zeg u wel, door de Chinezen ter plaatse gaan we moeten kijken hoe dat we onze samenwerking moeten reorganiseren, reoriënteren. En ik denk dat de minister het al gezegd heeft, veel meer werken met die kleine partners op het terrein. Daar geloof ik heel sterk in. Werken met die lokale mensen, lokale ondernemingen, liefste vrouwen.
Daar heb ik heel veel geloof in. Als men werkt met kleine budgetprojecten rond die vrouwen, dan denk ik dat je vooruitgang kan boeken. Maar ik hoor u... Zien we heel bedenkelijk kijken? Nee, ik probeer goed te begrijpen wat u zegt. En eigenlijk hoor ik u toch wel ook zeggen, laat ons niet meer te hard blijven hameren altijd op dat goede leiderschap en politieke hervormingen en zo. Als we kunnen intussen efficiënt, laat ons ook mikken op efficiëntie. Mijn doel is de bevolking. Ik ben geen Congolees, dus ik moet mijn stem niet uitbrengen wie daar de leider is. Laat dat aan het Congolees. Ik vind stemmen in België al moeilijk genoeg. Laten we dus maar aan de Congolezen wie een leider is. Ik steun wel Alexander. He, er zijn internationale regels, er is een grondwet. En het stoort mij enorm natuurlijk dat voor het einde van een termijn men altijd komt pleiten voor die grondwet te wijzigen net op dat moment. Dat is in België trouwens niet anders. Wij zitten toch ook aan nog zesde staatshervorming. He? Ik weet niet hoeveel grondwetsherzieningen dat wij gehad hebben. Dus ik heb het daar heel erg moeilijk mee, maar laat de Congolezen beslissen wie hun leiders zijn. En laten wij werken met die mensen die het nodig hebben, maar wel met respect voor mensenrechten. Jawel, dat stuk laat ik niet. Dus dat betekent, officiële ontwikkelingssamenwerking met Congo moet ook zich eigenlijk echt heel, heel sterk op projecten richten. Ja, in mijn ogen wel. Lokaal, absoluut. Ingeplant enzovoort. Ja, in mijn ogen wel. Dat is niet echt. Waar alle specialisten van ontwikkelingssamenwerking van die rijke landen bij elkaar komen, waar de ervaringen uitwisselen, waar veel studies besteld worden. Ik heb aan die directeur van die instelling gevraagd van, wij komen binnenkort, waarschijnlijk 4 of 25 november, komen met de ganse commissie van Buitenlandse Zaken bij u. En ik heb aan u twee vragen. 1. Hoe doe je aan ontwikkelingssamenwerking in fragile staten? En 2. Hoe organiseer je ontwikkelingssamenwerking als je een leiderschap hebt dat niet mee wil? Kan dat werken? Ja of nee? En als het kan werken in bepaalde landen, hoe heeft het daar gaan? Dus ik zeg niet dat wij morgen moeten uit Congo verdwijnen, maar ik zeg alleen van, laat ons toch in ons achterhoofd houden dat 30 jaar ervaringen, alle wetenschappelijke onderzoeken, leren, als je dat niet hebt, een leider en een land met een visie, dat het niet werkt. En in Congo heeft het niet gewerkt. Hè? De resultaten zijn... In Afrika zijn er waarschijnlijk geen landen die meer potentialiteiten hebben om te slagen dan Congo. Landbouw, je kunt er 2 maal oogsten en er zitten schatten in de bodem. En het lukt niet. En dat heeft te maken misschien ook, want ik heb nog niet gesproken over ons, hè. Onze rol. Wij hebben ook momenten gehad waarbij wij wetenswillens die leiders zijn blijven steunen van Congo, terwijl we weten dat zij de grondstoffenroof in hun land organiseerden met bedrijven van België en andere West-Europese landen. Hè. We zijn ook medeplichtig aan de roof die op Congo gepleegd is. Dus wij hebben ook een stuk verantwoordelijkheid. Maar nog eens, ik wil in Congo blijven, hè, maar ik wil wel eens weten, hoe doe je dat in een fragile staat waar leiderschap niet meewerkt? Zijn daar voorbeelden van waar dat lukt? Ik herinner me dat dat al geprobeerd geweest is. Maar het spijt me, partners vinden in Congo die zonder een staat die meewerkt, en waarschijnlijk zal het zelfs zijn, die zal tegenwerken, dan projecten en programma's doen slagen, dat is aards moeilijk. Alors, je demande à ce que je plaide pour l'Est du Congo, en particulier le Sud Kivu, que la Belgique investisse vraiment dans les processus de paix au travers des désarmements et réintégration des ex-combattants. C'est un bon début avant de penser à la coopération économique. Merci. Merci, dank u wel voor die afrondende beschouwingen. Waaruit u dan toch ook concludeert dat... Ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas? C'est tout ce que je voulais savoir. Il y avait certains éléments qu'il avait proposé quand il m'exposait. Alors, parmi ces éléments-là, est-ce que vous avez été satisfait? Merci. Aucune solution ne peut être trouvée si on ne tient pas compte des dynamiques régionales.
je prends la question des élections. Au Burundi, en 90, ou 90, pardon, on était allé directement aux élections. On a tué le chef de l'État. En fin de compte, c'est un gouvernement ici de la République qui est au pouvoir. Au Congo, on est allé à la CNS. Aujourd'hui, maintenant, c'est un gouvernement de rébellion. Finalement, c'est le modèle rwando-ougandais de la prise du pouvoir par la force qui est général dans la région. Quand dites-vous la Belgique? Quand est-ce que la Belgique, je ne pense pas, va faire la différence en sortant de la politique habituelle d'intention pour des actions concrètes? Formidable. Il a fait allusion à la démobilisation de notre ami là-bas. Or, vous savez que la démobilisation telle qu'elle est prévue, DDR pour les groupes armés congolais, DDRR pour les armées étrangères, a été fortement politisée. Parce que durant la transition, ce dossier a été accordé à Azarias Rubéwa. Et on se rend compte que finalement, ceux qui sont concernés par les DDR, ce sont les rebelles du Tori et non pas ceux du Kivu. Parce que ceux du Kivu, ils sont garantis par les amnesties et puis ils vont dans le gouvernement. Et vous rappellerez que lui, Michel, avant les élections 2006, il réclamait la formation d'un gouvernement d'union nationale avant les élections. Bon, les acteurs politiques ont refusé, mais finalement, on y est arrivé parce qu'on intègre les rebelles à travers les négociations séparées. C'est très grave. Ça, ce sont des aspects très importants que je vais te donner. Et puis, alors, je voudrais quand même que vous nous disiez, il y a la coopération indirecte qui a été bien présentée par le ministre, l'excellence, son excellence ministre, et d'où vient de parler notre ami Douvira. Il s'est pris de la coopération directe. Or, la Belgique est parmi les gens qui ont appuyé Kabila, dont on sait qu'il est arrivé au Congo en 96. On est propulsé sur la tête du pays, on ne sait pas il vient d'où. La Belgique est derrière. Et la Belgique est derrière le régime de Kagame. Vous ne me direz pas que la Belgique est contre la politique du Rwanda à RDC. Donc finalement, quand vous plaignez qu'aujourd'hui le régime de Kagame ne fait rien, alors, à qui donc, votre question, c'est que est-ce qu'il ne faut pas être plus... est-ce que la Belgique n'est pas trop facile en acceptant les régimes qui ont été installés par la force? Voilà, donc ça, voilà. Maintenant, une autre question fondamentale. Nous savons qu'un peu partout, les initiatives locales sont en train d'être étouffées au profit des projets régionaux. Mondialisation, le projet de la mondialisation oblige. Mais de l'aide belge dans les initiatives locales par rapport aux initiatives. Est-ce que c'est bien si on commence avec ces deux questions? Oui. Nous sommes prêts à soutenir le calendrier électoral en République démocratique du Congo si ce calendrier électoral est effectivement confirmé. Je vais d'ailleurs en parler avec mon collègue Raymond Tshibanda, que je vais voir dans quelques minutes, et j'espère que nous allons pouvoir, avec l'abbé Manou Manou, organiser devant cette nouvelle commission électorale indépendante un calendrier d'élections locales, puis d'élections présidentielles et parlementaires. Si ce calendrier est mis en place, nous débloquerons des moyens financiers, non seulement en bilatéral de la Belgique, mais aussi de l'Union européenne, pour accompagner l'organisation des élections. Il y a d'abord eu des élections, et donc la communauté internationale a commencé à retravailler avec le président Kabila. Le problème maintenant, je le répète, c'est de voir se mettre en place un calendrier d'élections et de voir respecter ce calendrier. Si c'est le cas, si l'on peut respecter les règles constitutionnelles, nous soutiendrons l'organisation de ces élections. Mondele pe a sali kisi po moto a bika. Vraiment ce que zra ki po na mbongo nde bo wule a kufite. Po fami a sali nyonso. Nzambe po na nini liwa.